Dit. Dank u. Nou, dat is ook weer opgelost. Wat? Dat is ook weer opgelost, dat spitsenprobleem. Ja, het is ook als trainer dat je spelers op het juiste moment moet brengen. Dat gevoel moet je hebben. En waarschijnlijk heb ik dat. Ja. Ja, wij hadden gedacht een minuutje of vijf eerder. Grap, jongen, daar staat een te kijken. Dat is de cameraman. Als je het niet begrijpt, sorry. Nee, maar gewoon, jij denkt van, hup, 75 minuut, komt hij erin, maakt hij er twee. En dan zijn we van het geleut eraf. Daarvoor brengen we hem toch erin, of niet? Ja. Ja, ik weet niet. Daar komen ze dan. Is dit een... Ja. Die had jij ook gemaakt. Nee, dat is een mooie goal. Ja, dat heb ik steeds gezegd. Dit is een jongen die echt het gevoel heeft voor de goal. Ik heb twee dingen gezegd. Wat je niet kan leren, dat is snelheid en goals maken. En die heeft hij. Ja. Dat wisten we, dat hebben we wel eens gezien ook. Hè? Snelheid en goals maken. En toch vind jij dat hij, om echt te starten, moet hij nog beter worden. Waarin moet hij nog beter worden? Ik dacht ook dat ook voor de... Ja, maar ik doe dat voor de mensen die nog niet gekeken hebben. Oké. Nou ja, voor onze aanname, positie kiezen. Het meedoen met het team. Hij is heel erg gericht op zichzelf. Maar nogmaals, als je dit blijft doen, dan kan je niemand meer meenemen op een gegeven moment. Hè? Nee. Op een gegeven moment. Op een gegeven moment, ja. Want jij, als er wat ruimte ligt, dat vindt hij heel erg lekker. Als je in een volle 16, dan heb jij het liefst ook nog een aanspelpunt, hè? Ja, als je met twee spitsen blijft spelen, kan je dat wel oplossen. Als hij daar omheen loopt. Ja. Maar met twee snelle mensen voorin, zou dat niet zo goed gaan, lijkt mij. Mario Been, die is de hele dag bij me. Of ik ben bij hem. Hij ziet er goed uit ook, ja. Die kent jou, die heeft met jou gewerkt, onder andere bij Fenerbahçe. Jij speelt heel erg graag 4-3-3. Als je nou vandaag het 4-4-2 ziet, gooi je dan je principes overboord, alles voor de goede zaak? Dan heb jij het niet goed. We speelden met drie man achterin, hoor. Ja, met name, ja. Omdat we wilden het vast gaan zetten. Ja. En als je gewoon 4-3 speelt, je hebt dus keuzes maken. Je hebt heel veel koppeltjes gemaakt op de goede manier. Vastgezet, ja. Ik heb het vastgezet. Ja. En dat deden ze goed. Want ik bedoel, we kunnen alles aan het slechte spel van de Graafschap. Maar er waren prachtig. We hebben nog geen woord over de Graafschap gezegd. Net het interview en dat was goed. Maar ik vond dat Utrecht een paar prachtige momenten had qua veldspel, et cetera. Ja. En meer goals hadden moeten maken. Maar... onder de voorgaande trainers is er het systeem met twee spitsen gespeeld. En overweeg jij met de ontwikkeling van Venema hetzelfde? Ja, Venema kan ook in drie spitsen spelen. Maar dan ben je wel afhankelijk van je zijkanten. We hebben vorige week gespeeld tegen Waasland-Beveren. En die hebben het eerste half 4-3, tweede half 4-4-2. Toen kwam die er ook in. En scoorde hij ook twee goals. Dus we moeten gewoon kijken. En dat heb ik ook eigenlijk altijd de spelersgroep gezegd. Van dit is gewoon een periode dat je punten moet pakken en kijken wat je in huis hebt. En dat is het belangrijkste. Jij begint steeds meer op Max Verstappen te lijken. Nou, die is wel iets beter dan ik. Die start ook wel eens een keer op plek 15 en dan met een paar rondjes geeft hij een beetje gas. Scheldt hij, vloekt hij, tiert hij een beetje. En dan sta je in één keer op 4. Ja, maar ik heb graag dat ik tot het einde van het seizoen sta. Want daar gaat het om, niet nu. Weet jij het er ook, Hans, als trainer? Je lijkt wel een trainer. Ja, ik moet nou uitkijken. Oh. Andere kant is de NOS, maakt niet uit. Je leunt er maar tegenaan. Oké. Gefeliciteerd, Dick. Dank je wel, Hans.